niet anders. Het is voor mij gewoonte geworden om gewoon te gaan trainen. Na school was het gewoon trainen. Je moet heel veel ervoor laten als je heel veel spreekt met mensen die... Charles? Ja, gewoon studenten bijvoorbeeld nu waar ik mee spreek, die gewoon niet daarnaast sporten. Ja, die hebben dan gewoon na school vrij en vrije tijd en dan gaan ze lekker naar de bioscoop ofzo, of lekker zwemmen of stappen. Stappen, dat doen wij dus gewoon. Ja, niet eigenlijk. Ja. Dat mis je nergens. Ja, natuurlijk mis je wel. Tenminste, als ik met mijn vriendengroep ben en hun zeggen van Inge, ga je mee op stap? En dan moet ik wel, sorry, ik heb volgende week wedstrijd, lukt niet. Natuurlijk is het jammer, maar als je ziet wat je ervoor terugkijkt, wie kan nou zeggen dat hij op 20-jarige leeftijd al bijna de hele wereld heeft overgerezen? Ja, bedoel, daar ben ik dan weer heel erg trots op. Voordelen en nadelen. Want waar doe je het dan voor? Wat zijn de momenten dat je direct van yes, je doet? Op dat podium staan. Dat is gewoon alles. Ja. Daar ga je door vuren. Dat is echt waar je het echt zeker voor doet. Ja. Wat? Spelen. Ja. Jullie willen naar Rio? Ja, zeker weten. Ja. En wat kunnen we daar verwachten? Nou, op synchroon zijn we al heel goed bezig. Dus Het wordt heel moeilijk. Dat is wel gewoon een feit, zal ik zeggen. Maar als we er zijn, dan zijn we sowieso top 8. Want dan mogen er maar 8 meedoen bij Lunch Spelen, zeg maar. En in dat vind ik weinig. Ja, dat is heel weinig en daarom is het ook zo zwaar. Ja. En individueel, willen we natuurlijk allebei ook daartoe. Waar ligt jullie voorkeur? Synchroon of individueel? Allebei. Ja. Synchroon is gewoon, dat doe je echt met z'n tweeën en dan krijg je weer echt een band met elkaar. En dat vind ik zelf heel persoonlijk heel erg mooi. Maar je werkt natuurlijk ook voor jezelf, dus het heeft een beetje twee kanten. Ja. Wat is het geheim van een goed synchroon duo? Ja, ik denk blijven. We hebben allebei dezelfde techniek. Ja. En in principe met synchroon sta je wel naast elkaar, maar je moet alsnog je eigen ding doen. Dus niet te veel bezig zijn met de ander. Ja. Maar dat is moeilijk soms. Maar... Dat is wel heel mooi. Ja, dus dat gaan jullie zien in Rio. Ja, dat gaan we wel. Ja, dat gaan we wel.